op. En mogelijk gaat het om nog veel grotere aantallen. We kunnen daar nog geen exacte inventarisatie van geven. Nee, het gebeurt bovendien illegaal, hè? Ja, ja. Exact. Wie doen dat nou, dat kopiëren? Op verschillende manieren. Veel via hobbyclubs is het gebeurd. Dat was eigenlijk het grootste circuit. Allerlei verenigingen die zich bezighielden met voorlichting en samenwerken met die computers zijn in de loop van de tijd een beetje ontaard in kopieerclubs. Nou, we treden als stichting daar nou een tijdje tegen op. En we kunnen gelukkig constateren dat het in die clubs bijna niet meer gebeurt. Mm-hmm. We houden het nog wel in de gaten. Het is nu een beetje aan het opschuiven naar een wat hardere, criminelere sfeer. En nu krijg je dus de echte handelaren die we op het spoor zijn. En waar we vandaag dan ook mee bezig geweest zijn, is een meneer die op vrij grote schaal dat spul commercieel verhandelt. Ja, en wat kopiëren ze dan? Er zijn verschillende soorten software, computerprogramma's, spelletjes, onderwijsprogramma's, zakelijke programma's. Het meest worden de spelletjes gekopieerd. Ja. Wie wordt er nou de dupe van? De handel. De mensen die de programma's ontwerpen, die ze maken en die ze op de markt brengen. Ja. Wat moet er nou tegen gedaan worden? Doorgaan zoals we nu bezig zijn, denk ik. De politie begint langzaam ook wat interesse te krijgen. Men wil duidelijk voorkomen dat we over een tijdje, net als in de videobranche, met de kraan open moeten dweilen. Er wat sneller bij zijn nu. En dat lukt erg goed op het moment. Dank u wel. Problemen zijn er met de F-16's van de luchtmacht. Gistermiddag is er weer één neergestort. Dat gebeurde in West-Duitsland, in de buurt van het Taunusgebergte. De twee piloten kwamen om het leven. De F-16 straaljager, hier gefilmd tijdens een testvlucht, is de opvolger van de Starfighter. In 1975 werden de F-16's door Defensie aangeschaft. Ze kostten toen ongeveer 15 miljoen gulden per stuk. In 1979 verschenen de eerste toestellen op Nederlandse vliegbasis. Inmiddels zijn 102 van deze gevechtsvliegtuigen afgeleverd en 111 zijn nog in bestelling. Gisteren stortte de tiende neer en daarbij kwamen dan twee piloten om. Bij eerdere ongelukken, zoals hier bij Hogeveen begin vorig jaar, kwamen in totaal nog eens 6 vliegers om het leven. Bij de Koninklijke Luchtmacht gaat kolonel Bezemer over de veiligheid. Verslaggever Paul Snijder praat met hem over de oorzaken van de ongelukken met de F-16's. Enkele van de 9, want de 10 moet nog onderzocht worden, zijn toe te schrijven aan technische storingen. En de overige toe te schrijven aan bemanningsfactoren. Natuurlijke gevaren zoals vogelaanvaring en dergelijke. En invloeden van buitenaf, waar de luchtmacht geen invloed op kan uitoefenen. Technisch is het toestel goed? Technisch is het toestel prima. Als het niet de techniek is, maar andere factoren, zijn er dan voldoende opleidingsmogelijkheden? Is het toestel niet te moeilijk voor die piloten in Nederland? Het is inderdaad een heel geavanceerd vliegtuig, wat bijzonder veel mogelijkheden biedt. En daar hebben wij in de opleidingssyllabus, hebben wij daar duidelijk rekening mee gehouden. Nu is bij de bestelling rekening gehouden dat er 6 toestellen zouden verongelukken in de eerste 5 jaar. Het is nu 5,5 jaar verder, maar er zijn 6 toestellen verongelukken. Maar er zijn nu 10 toestellen verongelukt. Verontrust dat de luchtmacht niet? Natuurlijk verontrust ons dat. Het is overigens wel zo dat wij in die 5,5 jaar dan met 7 toestellen zouden moeten rekenen. Dus, en de 10 die we nu zijn verloren is inderdaad duidelijk hoger dan wij initieel hebben ingepland. Het is wel zo dat als we naar 84 kijken, we heel dicht bijna op de geplande verliesaantal komen wat wij in 79 hebben ingepland. U blijft alle vertrouwen in de F-16 houden? Duidelijk, ja. Nou, net hoorden we vanuit Den Haag dat minister De Ruyter van Defensie de Tweede Kamer heeft beloofd spoed te zetten achter het onderzoek naar de oorzaken van de ongelukken met de F-16's. Partij van de Arbeid en CDA hadden daarom gevraagd omdat ze het aantal ongelukken wel erg hoog vinden. Tot slot het weer. De satellietfoto van vanmiddag laat nogal veel bewolking zien, juist boven ons land. De bewolking was niet overal even dik. Zo kon in het midden en zuiden van het land de zon af en toe door de bewolking heen breken. Morgen is het waarschijnlijk in het hele land een zwaar bewolkte dag. Het blijft overal droog. De wind die uit het zuidoosten waait neemt nog wat in kracht toe en die zorgt ervoor dat het morgen tamelijk koud zal zijn. De temperatuur zal vannacht tot het vriespunt dalen en zal morgen niet veel verder oplopen dan tot een graad of 4, 5. Morgen is er weer een 5:30 journaal. Goedemiddag.